Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en welkom in de bende, want we zijn de hele dag druk, behalve met het huis. Ik ben weer courgettekoekjes aan het bakken, want ze moeten op. Ze liggen er 6 in de tuin, klaar voor gebruik. Ik ben even aan het wachten tot de grill warm is, want de barbecue is aan, maar nog niet klaar om het vlees erop te leggen. Maar Mayra heeft wel trek, dus ik maak vast wat courgettekoekjes voor haar. Kan zij vast wat eten. En dan zal ik jullie ook demonstreren hoe het eruit ziet en laten zien als ik het eet. Want dat heb ik de vorige keer dus helemaal niet meer gedaan. Ik weet niet waarom niet. Een paar weken geleden alweer. Maar we zijn dus bezig met eten. Kijk eens. Nou, ik zal jullie even laten zien wat het resultaat is. Ik zie jullie niet, want ik zit hier midden in de zon. Maar hier heb ik dus zo'n lekker koekje. De vorige keer had ik er iets meer bloem in gedaan, denk ik. Want ik heb gewoon wat gestrooid. Dus hij is een beetje slap. En dan heb je een schaaltje met Griekse yoghurt. En doorheen doe je dan knoflook, wieslook en wat peper en zout. Volgens mij was dat het. En dan dip je hem dan lekker in. En dan kan je hem opeten. En het is echt zo lekker. Vorige keer smaakte hij iets beter. Maar ik denk dat het komt omdat hij toen net wat steviger en wat knapperiger was dan nu. Maar... ook nu smaakt hij weer heel goed. En ik heb nu een courgette uit eigen tuin. De vorige keer heb ik geëxperimenteerd met courgette uit de supermarkt. En die waren net wat kleiner. Dus ik heb nu iets meer courgette, want die dingen zijn gewoon enorm. Inmiddels zijn we klaar met eten. En dan delen we ons altijd een beetje op. Benno gaat mij daar vandaag op bed brengen en ik ruim de keten op. Dus hij staat in alle boel buiten opruimen, de woonkamer opruimen, de keuken opruimen, even een doekje over het aanrecht. En als Benno dan klaar is met mij dan naar bed doen, nou echt, breng een peuter naar bed en je bent zeker een half uur van je avond kwijt. En onze peuter gaat al niet vroeg naar bed, want is gewoon niet zo'n hele goede slaper. Dus als we haar vroeg naar bed brengen, dan ligt ze gewoon uren wakker. Dus het is nu 8 uur geweest. Zij gaat naar bed. Ik ben hier aan het opruimen. Ik ben al redelijk ver hoor. Dus nog even een doekje over de tafel. Even een doekje over het aanrecht. En dan ben ik eigenlijk al wel bijna klaar. En ik heb 2 delen van mijn boodschappenlijstje van morgen afgemaakt. Ik moet alleen nog voor 2 dagen eten bedenken. En nu wil ik eigenlijk een recept wat ik gewoon voor 4 personen kan maken. Zodat we 2 dagen van kunnen eten. En dan is het weekend alweer voorbij. Niet normaal zo snel als dat gaat. We zijn vandaag naar een soort van speeltuin attractieparkachtig ding geweest. Seabrands nog wat eens in Oude Meerdum. Als ik het niet... volgens mij zeg ik het goed. Nou, je hebt daar dus ook een blote voetenpad. Maar het zijn 2 aparte dingen. Maar het is wel bij hetzelfde ding. En daar betaal je dan ook apart voor. Maar voor een 3-jarige dachten wij... is 1 van de 2 leuk genoeg. Want na 3,5 uur was ze back off. Dus wij dachten dat blote voetenpad. Ja, ik wilde dus heel graag dat blote voetenpad. Dat lijkt mij dus super leuk. Maar ja, het was voor mij daar gewoon allemaal een beetje te veel. Dus ik ben nog even de boel hier aan het opruimen. Ik heb haar speelgoedbak vrijdag weer geruild. Dus ze heeft nu sinds vrijdag weer nieuw speelgoed. En ik merk echt wel dat ze veel langer kan spelen. En dat ze veel meer zelf speelt ook. En dat wij echt wel meer toekomen ook aan even rustig koken. En ze komt natuurlijk wel een paar keer tussendoor. Maar niet meer zoals eerst dat je haar verplicht voor een filmpje moet zetten. Zodat je ook maar gewoon überhaupt eten op tafel krijgt. Dus ik ben echt wel positief verrast met het resultaat. Hoe dat allemaal werkt. Als je gewoon de hele tijd dat speelgoed roleert. Ergens klinkt het logisch, maar ja, het helpt wel. Dus daar ben ik blij om. Morgen ga ik dus de boodschappen halen voor de hele week. Ik heb zoveel mogelijk recepten gekozen met dingen die ik nog in huis heb. Want ik wil gewoon een beetje de kast leeg eten. Goedemorgen, het is vandaag maandag en ik ben net thuis met Mayra van de weekboodschappen. Ja, we hebben nog steeds 2 banken, maar de achterste die gaat naar de buurman binnenkort. Ik wilde jullie even mijn weekboodschappen laten zien van deze week. Ik begin even bij de zuivel. Nou ja, 3 toetjes voor alle 3 1.
yoghurt voor toetje of voor ontbijt. Daar heb ik wat koekjes en wat snoepjes. Ik ben niet alleen bij Lidl geweest, maar ook nog even bij Albert Heijn. Fruit, fruit, groente, 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 fruit. Deze had ik namelijk nodig. En die heeft de Lidl niet. En deze ook niet. Dus die heb ik bij de Albert Heijn gehaald. En deze waren bij de Albert Heijn in de bonus. Dus daar heb ik er ook twee van gehaald. Dus eentje daarvan was gratis. Dan heb ik nog voor het avondeten gehakt. Sausijzen en een grote verpakking kipfilet. Cashewnoten ook voor het avondeten. Deze waren op. Gebruiken we zelf niet. Maar het is altijd handig als er iemand langskomt. Want er wordt regelmatig naar gevraagd als er iemand op bezoek is. Deze was op. Deze was op. Die heeft Lidl ook. En deze kreeg ik gratis, want ik had weer een gratis product. En deze kreeg ik 15% korting op. Daar kreeg ik korting op. De kaas hier kreeg ik ook nog korting op. Dus voor dit alles heb ik betaald bij Lidl 51 euro en bij Albert Heijn nog 13. Valt me altijd tegen. Bij Albert Heijn ben ik in verhouding gewoon heel veel kwijt voor een paar dingetjes. Want van Albert Heijn had ik alleen maar die burgers, de bloemkoolkruidenzakje, de mie. En wat had ik daarna nog meer? Oh ja, die Red Band. Ja, die is al 3,50. Maar ja, u wil wel wat lekkers te eten. Ik moet ook nog een paar papier wegbrengen. Daar staat nog een doos. Maar ja, dat was het eigenlijk. En wat ga ik nou eten deze week? Nou, ik heb 3 recepten van de website van Aldi gehaald. Dat zijn budgetrecepten, maar ik ben er al achter waarom het budgetrecepten zijn, want er zit geen vlees in het recept. Dus ik heb voor elk avondeten nog alsnog vlees toegevoegd. Dat heb ik wel gekocht. Dus zo budget als dat ze op de website zeggen, is het niet als je vlees aan toevoegt. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Dus in totaal 51, 61, 64 euro. Laten we zeggen 65 euro voor deze hele week. Goedemorgen, ik ben op mijn werk en ik zit in de zandbak, want ja, dat is wat je doet, hè. Als je op een kinderdagverblijf werkt, dan speel je in de zandbak. Nee, ik ben een activiteit aan het voorbereiden. Ik heb het op mijn vorige baan ook al wel eens gedaan. Ik ben allemaal foto's aan het maken van voorwerpen op het schoolplein, waar kinderen mee spelen, maar ook waar kinderen niet mee spelen. Letters op een container, letters op het gebouw, een auto. Nou, het leuke is aan die auto is dus dat die verplaatst over het plein. Al die foto's ga ik dan naast elkaar zetten, een stuk of 9 denk ik, onder elkaar op een A4'tje. Ga ik even printen en lamineren, zodat we ze volgend jaar weer kunnen gebruiken. En ik heb net hier deze op de foto gezet. Nou, die ligt in de zandbak, die verplaatst zich ook de hele tijd. Dus dat is ook leuk voor de kinderen om dat te zoeken. Ik heb ook nog een ander vormpje, die ligt daar verderop. Ik heb een bal op de foto gezet. Ik heb het slot van het hek op de foto gezet. Ik heb zo'n wipkip, de ogen van de wipkip op de foto. En dan ga ik dus een leuk soort van bingo eigenlijk voor peuters. Nou, we hebben vandaag 4 peuters en 3 eenjarigen. We hebben een hele rustige dag, dus ik heb ook tijd om dit nu voor te bereiden. En dat vind ik ontzettend leuk, want meestal hebben we 16 kinderen. Heb ik daar geen tijd voor. Dus ik ben nu daar druk mee bezig. Ga ik het zo printen en dan gaan we dat straks leuk spelen met de kinderen. En ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan vinden. Ik denk dat het wel geslaagd gaat zijn. Kijk, en het leuke aan zo'n bal is dat die bal beweegt zich over het hele plein. Dus hij ligt ook altijd op een andere plek. Dus ze moeten ook echt zoeken naar dat ding. En hetzelfde geldt natuurlijk voor deze auto. En dan is dit het resultaat. Ik ben er zelf wel tevreden over. Kinderen vinden het ook leuk. We hebben het al gespeeld. Er zit allemaal zand op. Deze was wel moeilijk te vinden. Maar we hebben hem gevonden. De peuters vonden het erg leuk. Goedemorgen. Het is zaterdag vandaag. Het is 9 uur. Ik mocht uitslapen. Ben heeft wat minder slaap nodig dan ik. Dus hij laat me vaak liggen.
Heel, heel af en toe dan komt Meira naar mij en dan trekt ze mij uit bed en dan laten we hem lekker liggen. Maar meestal is hij eerder. Maar heel vaak kan ik ook niet uitslapen. Maar nu heb ik even lekker uitgeslapen. En het wordt ook een hele leuke dag vandaag. Want we hebben sinds kort een oppas. En Benno en ik gaan op date vanmiddag. Niet vanavond, want het wordt weer zo laat. Morgen nog moeier. Dus we zijn al zo moe de laatste tijd. Omdat we gewoon ontzettend toe zijn aan vakantie. Maar we moeten nog een tijdje wachten. Want wij gaan niet deze zomer, na het seizoen. Dus ja. De oppas komt om 12 uur. En dan hebben we de hele middag tot na het avondeten. Om samen wat leuks te doen. Dus we gaan de stad in, we gaan naar Leeuwarden en jullie gaan gezellig mee. Auto geparkeerd in een of andere vage parkeergarage zonder slagboom, zonder poort. Geen idee. We gaan het wel zien als we terugkomen. Ik ben al. Ik ben al. Zonder voertuig geen kaart. 12:30 begint de film. Dus we hebben nog 10 minuten. Ja. En we gaan naar Twisters. Is het Twisters of Twister? Twisters. Rustig. We hebben even lekker wat te eten en te drinken gehaald. En nu naar boven. Het is zo lang geleden dat we naar de film zijn geweest. 4 jaar? Ja, dat denk ik wel. Het was voor corona dat wij voor het laatst naar de film gingen. Wij zijn bij de Sting en er is nog een heel klein beetje sale. Vorige keer toen ik hier was, was het echt veel meer keus. Maar ik heb nu een broekje gevonden. Hij ziet er heel groot uit, maar het is een S. En nog een broekje die ik even ga passen. Ik ben heel benieuwd of ik hem pas, dat hij niet te groot is, want die kans is aanwezig. Jawel. Aan de voorkant ziet het er perfect uit. Het ziet er eigenlijk prima uit zo. Alleen de achterkant is niet echt gevuld. Ik zie dat het ene stukje in Leeuwarden dat we op date zijn en wij ons liefdesverhaal vertellen. In ieder geval het verhaal hoe het allemaal begonnen is, dat Benno helemaal niet in beeld is. Nou, het was zo, het was een heerlijk zonnige dag en de zon scheen op ons gezicht. Dus ik zag het scherm ook helemaal niet. En ik dacht, weet je, ik hou die telefoon gewoon zo op afstand, dan zijn we wel in beeld. Maar Benno was dus niet in beeld, dus sorry daarvoor. Maar ik heb het toch gebruikt, het stukje. Want het was gewoon te leuk om het niet te delen. En om het dan nog een keer op te nemen vind ik dan weer zo nep. Dus ja, het is maar een stukje van 1,5 minuut. Dus ja, Benno is niet in beeld, maar het verhaal is wel leuk. Het is wel heel gezellig hier in Leeuwarden. Nee, ik hoef niks van de wereldwinkel. Dat vroeg een vriendinnetje aan, haar moeder werkte daar. Ik kreeg laatst een vraag van iemand wat ons liefdesverhaal is. Hoe kennen wij elkaar eigenlijk? Tinder.
Tinder. Ja, ja, dat is heel digitaal Nederland. Ja, dat klopt. Bijna iedereen kent elkaar van internet tegenwoordig. En hopeloze mensen. Nou, ja, ik was wel hopeloos hoor. Niet waar. Nee, we hadden elkaar op Tinder gematcht. Ja, ik zat zit er nog steeds aan vast. Nou, en toen gingen we bellen. Nee, het grappige was, ik ging met een vriendin uit eten, met een vriendin en haar dochter. En toen liet ik het profiel van Benno zien. Toen zei ik, kijk, deze man wil met mij afspreken. En hij oogt al meteen heel erg rustig en relaxed en vertrouwd. Alsof hij zijn zaakjes op orde had, zeg maar. Heel, heel chill, heel stabiel. En toen zei ze van, nou, waarom niet dan? Waarom ga je dan niet afspreken? Nou, en ik wist dat jij nog niet zo lang uit elkaar was met je ex. En toen dacht ik dat ik voor jou kon bepalen dat, het toch niet, dat jij het nog niet aan toe was. En toen zei mijn vriendin, waar slaat dat op? Jij kan toch niet voor hem bepalen waar hij toe is aan een nieuwe relatie? En toen dacht ik, oh, heb je wel een punt. Dus toen heb ik jou gebeld. Ja. Heel lang gebeld hebben we volgens mij. Ja, we waren heel lang aan het bellen en toen zeiden we, waarom gaan we niet gewoon afspreken? En dat hebben we toen gedaan, dat was op zondagavond. Ja, was en, je dan naar mij gereden? Ja, vanuit Harkstad was ik naar Leersum gereden, 3 kwartier, 's avonds laat. En hij zou schnitzel voor mij maken. En het was op een gegeven moment 11 uur en ik had nog steeds geen schnitzel. En toen zei ik op een gegeven moment van, wat blijft nou die schnitzel? Ja, denk ik niet. Jawel, hij had in Duitsland boodschappen gedaan en dan had hij schnitzels gekocht. En daar had hij mij lekker mee zitten maken dat hij schnitzel voor me zou maken. En toen zei ik, nou, dan kom ik bij jou eten. Ik had al lang gegeten. Maar toch, daarheen gereden voor die schnitzel. En toen om 11 uur heeft hij nog in de keuken schnitzel staan bakken. Voor mij. En op ze te peuzelen. Ja. En zo is het allemaal begonnen. We zijn weer onderweg naar de auto en het waait ook behoorlijk. We hebben geen jas mee. We gaan even onze spullen die we gekocht hebben. Ik heb op de voorrit nog een rokje gekocht, een hele leuke. Nou, het was een tweedehands winkel en het was maar een tientje. En dan ging over 8 minuten sluiten die winkel. Ze zeiden we gaan zo dicht. Snel nog even gekocht. We gaan zo een hapje eten, we gaan eerst even onze spullen in de auto zetten. Biefstuk. Lang biefstuk, dus cruzisis, ja. En voor de cis, toch? Sorry? Ja, ja, voor mij, ja. Ja, en voor mij, ga ik even op z'n kop, de lamsrek. Lamsrek, ja, spizola. Dankjewel. Voor mij medium. Medium. Ja. Dankjewel. In de auto onderweg naar huis. We hebben heerlijk gegeten bij de Turk. Ik had toch nog een jas in de auto liggen. We hadden vorig weekend vergeten om eruit te halen. Maar goed, nu zitten we lekker onderweg in de auto naar huis. Mayra is nog wakker, want het is nog 7:15. Heel vroeg nog. Dus we hebben nog een hele avond te gaan.